Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloed nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Brooklyn en het is 9:30. Ik had later wakker kunnen worden, maar mijn moeder maakte me 8:30 wakker. Toen ik zei 9:30. Want ik wil mijn video nog bewerken en anders staat mijn video niet op tijd online. Dus ik zei, maak me maar om 9:45 wakker als ik niet slaap. 8:30. Ja. 8:30. Dat is geen 9:45. Dus dat is jammer, maar... ik heb daarna doorgeslapen tot 9:15. Ja, ik ga zo meteen lekker douchen. Ik ga eerst ook even mijn video bewerken zo meteen. Want dat ga ik na het douchen doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké, mensen, ik heb gedoucht. Ik heb ondertussen mijn video in de upload gezet. Nu ga ik me even aankleden en mijn haar een beetje doen. En dan ben ik klaar met alles, dan kan ik weggaan. Dat is over 25 minuten ga ik weg. En dan gaan we beginnen met het toernooi. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké, mensen, ik ben op de fiets. Ik ben samen aan het fietsen met Luco en Victor. Victor zit erachter. Kijk, dat is hem. Wij zijn nu onderweg naar de korf, want we gaan het toernooi spelen. En ik denk dat we elkaar in de finale gaan zien, of niet? Ah, mooi zo. Nou, ik doe mijn telefoon weg, want anders valt hij uit mijn handen. En ik zie jullie zo meteen op de korfbal. Oké, mensen, we zijn eindelijk op de korfbal. Hoe ziet dit eruit, jongens? Hoe vinden jullie het eruit zien? Fucking hard. Heel wat een vibe. Gewoon een springkussen daar. Echt ziek. Yo, die ga ik poppen. Doe dat maar niet. Ole komt straks. Ik ga samen met Ole, maar Ole is toch aan het werk, dus die zien we zo meteen wel. Oh, zieke barbecue daar. Dat is wel echt een zieke barbecue. Ik wil nu echt sperrips. Deze guy wil sperrips. Het is hoe laat? 12 uur. Het is 12 uur nu. Het is 12 uur, deze guy wil sperrips. Ja, nou, wij gaan schieten. We zien waarschijnlijk jullie zo meteen wel weer op beelden. Ole is er ook bijgekomen. Allemaal koek op mijn been. Koekoek. Nee. Wij gaan als eerst tegen deze noob spelen zometeen. Ik ga verliezen. Ja, we gaan echt dik verliezen. Nee, weet ik niet. Heb je nou nog steeds niet gedaan? Wij gaan verliezen. Serieus? Denk in dat zelf. Dus we gaan in ronde 2 tegen hun spelen. En daarna gaan we in de tweede ronde van ons tegen Victor en Luca volgens mij. Zesde ronde, maar dan spelen we tegen. Jullie zien het zo meteen wel. Oké, mensen, we hebben echt geluk gehad. Het was, de tijd stond op 0. Maar die man die zei niet van de tijd is afgelopen. Wacht, zeg even. Nou, die tijd daar was al afgelopen. Dus hoe heet het? Dus wacht zeg maar op wanneer die man het zegt, toch? Dus hij is gewoon nog één keer daar en zeggen ja stop maar. Tik, tik. En toen ging hij erin. 13-13. Dus hij heeft echt geluk gehad. Gelijk gespeeld. Dus de volgende gaan we allemaal winnen. Ja. Anders hadden we verloren. Maar hun vonden dat hij niet telde, omdat het daar al op tijd nul stond. Maar ja, er werd geen stop gezet. Luister, als de tijd daar zo op is en de scheids fluit nog niet, mag je ook doorspelen. Okay. Dus we hebben gewoon gelijk gespeeld. Oké, mensen, hun hebben helemaal shirts gemaakt. Ja. Nee, gast. Ze hebben verloren eerste ronde, gast. Ga weg! Nog niet. Ze hebben verloren eerste ronde. 11-7. Ik zei dat zo tegen de data zeggen. Wij hebben gewonnen van jullie. Ik zei nee. We hebben niet gewonnen. Ik ben echt jong. We hebben niet gewonnen. Nou, we gaan weer volgende ronde spelen. Na deze. Dus we zien jullie dan wel. Oké, mensen. Tweede potje verloren. Je kunt verliezen zo ongekend irritant. Het is gewoon alles mis. Het is gewoon meer mis dan Holen. We hebben maar eentje verloren, hè? Hè? Ja. We hebben één verloren. Je zei twee verloren. Nee, ik zei we hebben weer verloren. Je zei twee. Nou, we zien het zo meteen wel. Dus Victor en Luca hebben gewonnen. Maar wij gaan op naar de volgende ronde.
We hebben net een gespeeld. Hij heeft Hij heeft acht verloren van passages. En wij hebben. Ja, wij gaan waarschijnlijk ook niet door, maar we gaan zo tegen wel lekker eten. Misschien gaan we toch door naar de finale en zo. Hij heeft niet echt doen. Jij mag niks zeggen. Dus Je hebt gelijk voor de laatste ronde, dus we zijn echt geen vals spelen, we hebben gewoon eerlijk gespeeld. Dus we zien jullie zo tegen na het eten wel. Oké mensen, we hebben net gebasketbald, we hebben goed gespeeld en er is een klein feestje achter. Maar het mag, dus we gaan zo gaan we lekker eten. Zometeen gaan we lekker eten. We gaan lekker eten! En daarna gaan we nog meer eten. En daarna gaan we naar huis. Misschien. Oké, mensen. Luco en ik zitten lekker te eten in de dugout. We hebben ondertussen hebben we al dit opgegeten. Dat was dit ligt nog over. Want dit is niet heel, vind ik niet heel erg lekker. Ik vind het een beetje. Nou, laten we houden op vies. De smaak is prima. Maar. Het is. Nee, ik moest boer laten. Het is gewoon heel taai of zo. Het is heel stug. Het is moeilijk te snijden. Het ziet er ook niet. Nou, maar ik hou het er wel gewoon bij. We gaan zo meteen gaan we weer lekker verder basketballen. Ik weet niet wat we nog meer gaan doen. Als je mij net ook onderzet en je dit erop legt, dan. Ik zie jullie denk ik zo meteen weer. Ik weet nog niet wat ik ga doen. En ik zie jullie zo meteen weer. Oké mensen, we hebben weer lekker net gebasketbald. We gaan zo meteen gaan we verder basketballen. We gaan zo meteen nog straks weg. Dus dat zien jullie wel. Het is heel gezellig hier en dan zien jullie ze zo meteen weer. Oké mensen, ik ben thuis. Ik heb het net heel gezellig gehad. We gingen nog met z'n allen basketballen. Ole en Luca waren er nog. Jamie, Charlie, dat zijn andere mensen. Die gingen eerder weg. En Victor ging ook eerder weg, want die moest nog iets doen voor zijn werk. Maar voor de rest was het heel gezellig. We hebben lekker gegeten. Het eten was lekker. Behalve die kip, die vond ik niet zo heel lekker. Maar dat hebben jullie al gehoord. Morgen ga ik naar mijn opa toe. Dat ga ik niet filmen, want dat vind ik niet fijn bij mijn opa. Want hij is jarig. Ik ben die week daarna, ik ben morgen over een week jarig. Dus nou, voor als jullie het zien, ben ik precies over een week jarig. En dat is dus 11 juli voor als je het niet wist. Ik ga zo terug lekker naar boven, ik ga eerst nog wat eten. Dus het is trouwens 10:45 al. Maar ja, ik ga nog even wat eten en ik zie jullie straks wel. Oké mensen, ik ga even mijn spullen in de keuken zetten. Dat was ik ben er al bijna, maar Ik ga even mijn spullen in de keuken zetten. Ik ga nu even lekker douchen, want dat is wel nodig na de hele dag sporten. En daarna ga ik denk ik lekker naar bed. Dus ik zie jullie zo meteen na het douchen. Oké mensen, ik heb gedoucht zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien aan mijn haar en zo. Ik ga lekker slapen, dus dit is ook gelijk het einde van de vlog. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk. En doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer hier beneden op mijn kanaal en op Olus kanaal. Hopelijk zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog om 8 uur. En trouwens, voordat ik het vergeet, misschien mag ik toch niet mijn laptop meenemen naar kamp. Dus dat is jammer, maar ik ga proberen elke dag te uploaden. Dus ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog, zoals ik net zei. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is ciao.